Vijf minuten over 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Het gaat nog maar om een paar honderd miljoen euro per jaar, op een totaal van 12 miljard. Maar we kopen steeds meer online in China. En dat merkt de Consumentenbond, want ja, daar krijgen ze steeds vaker vragen over de risico's van online shoppen in Chinese webwinkels. Dus wilde de Consumentenbond wel eens weten wat de ervaringen zijn met het online winkelen in China. Sandra de Jong van de Consumentenbond. Nou, ik ben benieuwd. Goedemiddag. Heeft het veel ellende opgeleverd? Nou, dat valt reuze mee. We hebben meer dan 1600 mensen ondervraagd die iets in China besteld hebben. 80% daarvan zegt de volgende keer weer in China te bestellen. Ondanks dat het toch bij een kwart van de bestellingen wel iets misgaat. En dan moet je bijvoorbeeld voorstellen dat producten beschadigd zijn, de kwaliteit matig is, maten of kleur niet kloppen. Dat soort dingen. Ook duurt het heel erg lang over voordat het product aankomt. En als eerder gezegd, bij een kwart van de bestellingen zit al een mankement op. En dat zegt vele malen hoger dan bijvoorbeeld bij Nederlandse webwinkels. Maar daar ligt het percentage op 9%. Ah, oké. Ja. En toch is dat dan apart. Je hebt gedoe, je krijgt niet wat je wilt of regelmatig te laat. Dan ga je de volgende keer, lijkt mij, niet terug naar die Chinese webwinkel. Ja, dan gaan mensen toch terug, omdat het om producten gaat die vaak veel in China veel goedkoper zijn dan hier in Nederland. Met name kleine elektronica als opladers, ook telefoonhoesjes trouwens, ook kleding of speelgoed. Dan moet je voorstellen voor zo'n poppetje van Transformers, als je aan speelgoed denkt, die kost in Nederland 15 euro en in China 3 euro. Dus consumenten zijn blijkbaar wel bereid om mogelijke mis op de koop toe te nemen als een product zo goedkoop is. En hoe zit dat eigenlijk? Want als er iets mis is, dan moet je met de klantenservice in China mailen of bellen. Nou, dat is ook een interessante ervaring, denk ik. Of gaat dat wel goed? Dat staat niet in Chinees. Oh, kijk, dat scheelt. Dat staat niet in Chinees. Ja. Dat scheelt weer. Maar je moet er wel natuurlijk op, van bewust zijn dat als er correspondentie met klantenservice is of als er gebeld wordt, dat dat natuurlijk in het Nederlands veelal zal zijn. De mensen die ervaring hadden met de Chinese klantenservices, en ook wij, want we hebben ook die testen gedaan met de services, die kregen gemiddeld een 7,2 van de consumenten. Dus dat is niet laag. Nee, want hoe is dat anders dan in Nederland? Dat cijfer? Nee, dus de kwaliteit van afhandeling is ook goed. Maar we vinden, na de eerste ervaringen met het kopen in China, waren we wel natuurlijk benieuwd hoe dat opgelost zou worden. Ja. Omdat daar inderdaad voor veel mensen wel angst in schuilt. En nou is het natuurlijk wel zo dat de ene keer de kwaliteit van Engels wat hoger is dan de ander. Maar dat is ook bij Nederlanders vaak zo. Bestellen we ook duurdere zaken, zoals smartphones, elektronica, merkkleding? Want als het alleen over snoertjes gaat, ja, nou ja. Nee, dat is inderdaad veel minder dat daarvoor besteld wordt. Het zijn vaak producten tot 22 euro. Want als je iets boven de 22 euro van buiten de Europese Unie laat komen, moet je invoerrechten en btw bijvoorbeeld betalen. En daarnaast is het ook nog zo dat je een groter risico loopt als je een nepproduct in huis haalt over de grens. Bijvoorbeeld moet je voorstellen een iPhone of een Adidas product. Dat kost in China ongeveer evenveel als in Nederland. Als er iets veel goedkoper is, dan is er waarschijnlijk iets met product mis. Dan is het vaak een nepproduct. Dus daar moet je mee uitkijken. Ja, dus dat geeft u consumenten ook wel mee na deze test. Absoluut. Ja. Ja. Goed, dank voor uw toelichting. Dan gaan wij naar Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org. De brancheorganisatie van webwinkels in Nederland. Ik zeg gewoon .org, waarom niet? Meneer Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Die Chinese online webwinkels, die rukken op. Hoe kijkt u daartegenaan? Nee. Ja, wij kijken ernaar eigenlijk ook wel met veel vertrouwen in de eigen webwinkels. Vooralsnog zijn natuurlijk de bestedingen van Nederlanders in bijvoorbeeld China nog op het totale bedrag marginaal. Mm-hmm. En we zien natuurlijk dat Nederlanders... Ja, het gaat om, ik zei net al, 100 miljoen euro per jaar op een totaal van 12 miljard, hè? Ja, dus dat is al heel erg marginaal. En we zien dus daarin blijkt nog steeds dat de Nederlandse consumenten gewoon heel veel vertrouwen hebben in die Nederlandse webwinkels. Ja, maar toch gaan ze voor bepaalde producten naar China. Hoe verklaart u dat dan? En we hoorden net al dat het vooral om de prijs gaat, hè? Ja, dat is bijna alleen maar prijs. Vooralsnog zien we ook natuurlijk dat de aankopen in China die daar plaatsvinden, dat gaat eigenlijk om maar hele kleine bedragen. Dus het gemiddelde orderbedrag is klein, onder de 22 euro, zoals al eerder vermeld. We zien daar wel een toename. Het groeit wel. We zien ook steeds meer Chinese spelers die Nederlandse markten betreden. En dat zal in de komende jaren ook nog wel doorgaan. Maar de markt van online aankopen doen is nog zo verschrikkelijk groot. En het is nog zoveel mogelijk dat er genoeg ruimte is voor meerdere spelers. Ja, maar pas op, hè, want anders wordt u ingehaald. Dus de wet van de remmende voorsprong. Stel dat consumenten zo blijven kijken naar de prijs. Zou daar niet iets moeten veranderen dan in Nederland?
Nou ja, goed, Nederlanders die kijken natuurlijk niet alleen maar naar de prijs. Ze kijken ook naar, nogmaals, naar service, naar ook het op tijd kunnen beleveren, hè, het thuisgeleverd krijgen van producten. Hè. In China is het wel bekend, hè, dat ja, je soms toch wel een aantal weken moet wachten voordat je producten thuisgestuurd worden. Nou, dat nemen sommige consumenten vanwege de prijs ook wel op de koop toe. Mm-hmm. Maar zodra we nogmaals naar wat grotere producten gaan, hè, boven de 22 euro, ja, dan vervallen dat soort voordelen van prijs. En dan ja, gaat het toch, want je moet dan invoerrechten gaan betalen, et cetera, en btw gaan betalen. Ja, en dan kiezen gewoon toch de Nederlanders over het algemeen, en dat zien laten de getallen natuurlijk ook gewoon zien, kiezen ze toch voor een aankoop bij een Nederlandse webwinkel. Maar mijn vraag was of er iets gedaan zou moeten worden aan die prijs, en eigenlijk is uw antwoord dus nee. Nee, ik denk dat de Nederlandse webwinkels heel goed concurrerend zijn. Kijk, het kan in Nederland niet uit om voor dat soort bedragen een hoesje te produceren, et cetera, et cetera. Dus webwinkels kijken natuurlijk wel degelijk naar prijs. Maar nogmaals, in Nederland is het toch ook wel gebruikelijk om naar het totaalpakket ook te kijken. En daar zijn we natuurlijk toch gewoon heel erg concurrerend ook. Goed. Wijnands Jonge, directeur van thuiswinkel.org, de brancheorganisatie van webwinkels in Nederland. En eerder hoorde u ook Sandra de Jong van de Consumentenbond.